Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik samen met... Hallo! Met Damien. Rob van weg geweest. Ja, hallo, en, jongens. En jullie hebben net al een paar shots kunnen zien van hoe wij dit eiland eigenlijk een beetje vonden. Hoe jij eigenlijk dit eiland vond. Ja, ik wou net zeggen, Ja, jij was... Waar kom je vandaan eigenlijk? Ik heb niet hier echt... kijk, mijn boot... Oh, mijn boot is verdronken. Mijn boot is verdronken. Oh. Hier zo lag die. Nou, misschien vinden we die ooit nog wel. Of kan je een nadenken eraan maken? Ja, ik ga een bordje maken met de rippel. Ja, dit staat er. Ik zal het een beetje uitleggen, goed? Je hebt hier een opdrachtenbord. Jullie, de kijkers, kunnen zelf elke aflevering een opdracht achterlaten in de reacties. Nou, wij hebben zelf nu natuurlijk, omdat de eerste aflevering is en jullie dit allemaal niet wisten, hebben wij zelf een opdracht ingevuld. Nou, maak een huis. Nou, dat gaan we dus straks doen. Thanks voor de visits. Nou, dus we hebben heel veel opdrachten. We staan er nu 10, maar dat kan altijd uitbreiden als we het leuk vinden. Daar komen we straks. Nou, Damien, dan gaan we deze één keertje uittesten. De crate system. Ik heb er een crate system in gedaan. Dus elke keer als we een opdracht halen, kunnen we op een button drukken en hebben we kans op een legendary, een epic, een rare, een common en een common crate. Nou, en elke crate zit weer wat beter dan de andere. Ik zal het een beetje laten zien. Nou, uit de common crate krijg je, keys, kan je weer krijgen, torches, een beetje... Ik ga dood. Nu al? Oké, dan zijn we weer even een kleine onderbreking. Maar dus de key machine is dit. Bam. Dus dan gaan we even naar beneden. Eén keer de button drukken. Snel. Ja, we krijgen wel een beetje damage. Oké. Dan kan je één keer op een button drukken. Dus niet twee keer zoals Damien nu deed. Dit is even een test. Het is voor hem even een test. Het is een random meisje die onder zit. Dus als je één keer op de button drukt, dus wat Damien net heeft gedaan. Dan krijgen we een random key. Laat me eruit. Fijn, je hebt het heel kut gebouwd. Nee hoor, ik kom er gewoon uit. Dit ziet er heel stom uit. Ja, ik mag er ook niet uit. Ja, je moet shiften. Shift is? Misschien dat je er dan uitkomt, dat je dan naar beneden zakt. Liet je die poortjes dicht doen? Ik weet nog niet wat ik hiervan moet vinden. Perfect. In één keer, Damien. Oké, maar we hebben dus nu even een crate. Kijk, dan doen we even deze openen. Je kan 5 verschillende crates krijgen uit die random. Je hebt 2 keer kans op een summon. En voor de rest heb je overal 1 keer kans op. De summon is natuurlijk dan veel vaker dat je die gaat krijgen. Als je de summon opent, krijg je dit scherm. De piep kan een beetje hard wezen. Maar die kan heel niet aanpassen. Dus achter elkaar. Ja. En dan heb je dus kans. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld 32 openings. Dat kunnen we straks allemaal gebruiken met... Oh, je hebt een totem van dying. Ja. Wat we hieruit kunnen krijgen. We willen natuurlijk allemaal de Elytra. Ja. Of een drietand. Of een drietand. Kan ook fijn wezen. De diamond blocks kan natuurlijk ook wel chill wezen. Nou, bone blocks natuurlijk voor boombeel. Ja, boombeel. Nou, chocobox is altijd handig voor opslag. We hebben een paar mending boekjes. En ook altijd wel heel zeldzaam. Dus dan gaan we deze openen. En dan ben ik heel benieuwd wat ik eruit ga krijgen. Ik hoop iets goed. En het is 8 emerald blocks. Daar heb je helemaal niks aan. Daar hebben we wel wat aan, want daarnaast zit een village, zag ik net in mijn ooghoek. Ik weet niet of je die al had gezien. Ja, daar staat mijn huis al bij. Oh ja, Damien heeft net, toen hij was aangekomen, heeft hij meteen naar huis geklemd. Nou, hij denkt van, hij had al die bordjes gelezen en denkt, ik ga meteen die challenge doen. Zo werkt dat niet. Hij heeft een huis geclaimd, maar geen huis gemaakt. Maar heel toevallig heb ik wel... Ik heb hem wel gemaakt. Ja, er zit een villager in mijn huis. Oh, hij heeft je huis veroverd. Nou, ik heb wel 32 ook planks gekregen. Ik heb 32 zand, dus we kunnen ook glas maken. Ah, nice. Dus elke keer als jullie kijkers dus een opdracht invullen en we pakken er eentje uit, dan vullen we die dan op het bordje neer. Halen we aan het einde van de aflevering, mogen we de... Wat gaan we doen? Dezelfde aflevering nog? Of de aflevering daarna? Dan kijken of het gelukt is? Ik denk dezelfde aflevering dan nog, hè? Ja, ik denk dezelfde aflevering. Ja, dus op het laatste van de aflevering openen we dan nog een key, wel of niet. Dat ligt aan of we de opdracht hebben gehaald. Dus jullie kunnen zelf de opdrachten achterlaten en die blijven ook al staan. Uiteindelijk gaan we dus helemaal omlaag. Maar de eerste opdracht is dus maak een huis. Ja. Oké. Okay.
Compleet. Dat moet wel gewoon normaal. We hebben een hele aflevering voor om die opdracht te halen. Nou, ja, ik heb maar, normaal, maken een huis is natuurlijk niet heel lastig om te doen. Ja, ik denk dat we gewoon een beetje hierbij. Ja, wat is dat? Spawn iets of zoiets? Oh, ik wilde juist bij de village gaan zitten. Oh, jij wil bij de. Ja, we gaan wel apart thuis, denk ik, maken of niet? Ja, wat je wil. Ja, ik denk wel zo. Ja, is het handig? Ja, we maken huizen misschien wel van nog om één huis. Nou ja, mij niet heel uit, denk ik, of wel. Ik heb het grootste uit doen tot nu toe. Ja, maar je hebt een huis geclaimd, dus die challenge, dat werkt bij jou nog niet. Hey, ik heb hem wel gemaakt hoor. Je hebt hem niet gemaakt. Je weet gewoon... je hoe moeilijk het was? Ik moest hem helemaal in de grond zetten. Ja, helemaal in de grond. Je moest een bordje. Oh, wat heb je dan... Waar heb je dan een huis gemaakt? Jee! Yeah. Je hebt twee signs neergezet. Nee, ik kom niet binnen ook kijken. Ik heb de. Beetroot zijn. Sorry, ik scheld zo. Wow. Je hebt ook gewoon 6 bedden. Hoe kom je nu al aan 6 bedden? Loop mee. Maar, ik zag volgens mij dat ook al ergens zo'n smelter. Oh, daar ja. Ja, die zat aan de overkant. Ja, die zag ik hier net ook al. We hebben genoeg farms, dus we kunnen straks overal wortels en potatoes uitkrijgen. Jij hebt sowieso nog wat ovens. Ovens? Ja. Kist. Wil jij kijken wat erin zit? Alles van mij. Nou, dit was wat erin zat dus, mensen. Nou, jullie hebben het allemaal gezien. Wat zat erin? Oké, dat zat. Dit zat erin. Oké. Dit zat erin. Oh. Ook wat voor jou. Ah, dat vind ik. Oh, dat deze zat erin. Ja. Die vind ik niet zo leuk. Die zat erin. Oeh, een zadel kan natuurlijk altijd handig wezen. 6 oaksaplings. Die kunnen we altijd weer herplanten. Heb je niet heel veel aan eigenlijk. Maar, okay. En 5 obsidiaan. Dat is wel handig, want daar kunnen we al dan mee beginnen. En Pietels. Okay, ja, die had ik gefarmd. Ik zou één tip geven, sla niet de villagers voor de boos en dan heb je allemaal dat soort dingetjes. Voor de mensen die het afvragen van, er was toch een village update en allemaal dat soort dingetjes met 1.14. De server zit op 1.13. Omdat het niet meer plugins ging, dus dit is het beste wat ik uit heb kunnen halen. Dus. Vertel ook even hoe lang je ermee bezig was. Ja, te lang. Ja, ik wil tijd horen. Ja, met gewoon de server zelf neerzetten was het dik 8 uur. Ja. Later ben ik nog een paar kleine dingetjes aanpassen, maar gewoon met het geheel gewoon was het 8 uur. En ik heb helemaal niks gedaan, want ik moest lekker werken. Ja, jij hebt niet heel veel gedaan, nee. Ik heb geld verdiend. Ik heb ook shaders aanstaan, dus ik weet niet of ik dat in de volgende aflevering ook nog zal aan hebben. Ik vind het wel leuk zo de shaders uitzien. Vooral met de boom al zo. Ik heb hout daar. Ik heb ook 1 hout. Maar hoe ga je dat huis uitbreiden? Ga je gewoon naar beneden of ga je nog gewoon huis op ik ga huis naar op beneden. Huis? Je gaat naar beneden? Ik ga naar beneden. Oeh, dus in plaats van een keertje naar boven juist bouwen, ga je naar beneden? Ja. Ik ga altijd omhoog. Oeh, zal ik ook? Ik denk dat ik ook wel hier mijn huis ga neerbouwen. Maar dan wel zal van huis bouwen. Ja, dan leef je uit. En dan ga ik een beetje wel een stijl van de villages doen. Ik denk dat wel leuk is. Heb ook van de villages gedaan. Ja. Oké, dus dan heb ik hout, steen. Ja, het is eigenlijk super simpel eigenlijk. Het is best wel makkelijk om zo te bouwen. Ga ik eens even lekker hout hakken, denk ik. Ik heb ook een vormpje een beetje bijgehouden. Ja, de afleveringen zullen ongeveer half uurtje, 20, 25 minuten duren. Ja, zoiets. Legt er natuurlijk aan hoe snel we zo'n opdracht halen. En als we bijvoorbeeld geen tijd meer hebben om die opdracht te halen. Bijvoorbeeld van, we hebben een keer een opdracht van, verzamel een stack diamonds binnen, weet ik veel, 20 minuten. Dat de kans, dat is natuurlijk dat lukt, is klein. Maar er is natuurlijk ook gewoon een kans om gewoon makkelijk met Fortune pickaxes dat halen. Maar ja, ook gewoon op meteen op mijn bouwterrein gaan planten. Jouw bouwterrein? Ik zie geen bordje hoor. Ja, ik heb geen hout voor een bordje, wacht even. Ja, nou dan? Even kijken, hoe moet de ondergrond? Als cobblestone zo te zien, hè? De onderkant. Ja, cobblestone. Oké. Nee, niet aan de onderkant. De onderkant moet ook goed. Ja, maar ik bedoel gewoon de fundering. Oh, de mining, ja. Dan hebben we eerst even wat. Ik heb allemaal bloemetjes en dingetjes in mijn inventory. Farms hebben we nu niet, want dan kan ik gewoon weer terugplanten als dat moet. Ik heb nog wat eten in mijn kist gedaan. Oh, jij hebt wat eten in je kist? Ja, gewoon weer ik heb wat eten in mijn kist, plaatsen en herplaatsen, toch? Ja, ik heb alle farms herplaatst. Ja, je hebt niet heel veel aan beetroot. Jij kan er volgens mij een beetroot soep van maken of zoiets, kan je volgens mij, maar... Nou, ik hoop dat die meer wil dan een half. Oh, nee, volgens mij geeft die 1 of zo, maar... Nou... Maar, dat zou ik niet uit mijn hoofd weten. Ik was nu een half en ik dacht, woehoe, ja, gefarmd voor niks. Het geeft inderdaad zo goed als niks. Ik weet eigenlijk niet eens waar je die voor kan gebruiken. Ja, we kunnen het misschien zo via het boekje zien. Je moet eerst een bol maken. Hoe maak je een bol? Loop even een villager langs.
Zo, ik heb echt wel veel geleerd, moet ik zeggen. Even kijken, als ik die zo doe, kijk, als het goed is, 4 bols. Oh ja, hier, een beetroepsoep. Ah, ja, dat kost 6 beetroot, kost dat. Voor 1 beetroepsoep. Ik heb er eentje. Oh, ik heb nu ook weer een nieuwe gekregen. Ik maak er gewoon, ik heb er 3. Ik kreeg er ook 2, goed? Is dat gewoon, oh ja, beetroepsoep. Ik heb er ook 2 voor je. Ja, ik ga even kijken hoeveel dit doet. Zo! Is dat veel? Ik zeg vol, alsjeblieft. Maar hoeveel gaf dat per keer dan, nee? Volgens mij 3,5 of 4,5. Oeh, dat klinkt best wel aantrekkelijk dan nog. Aantrekkelijk? Aantrekkelijk, ja. Maar wat moet ik met die beetroot seeds doen eigenlijk nu? Ik heb er 28. Wat ga je nou, de mijn bouwen op mijn huis hier? Ja, ik zie geen bordje, dus... Ja, ik heb geen bordje, hier, kom aan huis, je mag het aan de overkant doen. Oh. Hey! Maar ik ga dit weer helemaal dichtgooien met cement. Nee, ik heb geen... Oh, dat mag, want we hebben hier... Blijf ik kijken. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat overkomt mij weer. Oh. Hey, item. Oh, en er valt in één keer een foamplaat van mijn muur af, lekker. Oh, je hebt eigenlijk je hebt al gewoon tools en alles. Ja, tuurlijk. Ik heb, we hebben hier mushrooms, die kunnen we ook weer gebruiken om eten van te maken. Lopen we achter, hoor. Ja, ik heb helemaal niks. Ik was aan het kijken naar die beetroot soep. Ik heb nog nooit beetroots gebruikt in Minecraft. Ik ook niet. Het wordt volgens mij alweer donker zo te zien, ja. Wat ik dan ga doen, ik heb ook... Ik heb goede tools. Even kijken. Even iron hakken. Ja, ik ga even sticks maken. 1. Heb jij stone voor mij? Zal ik wat stone tools kan maken? Anders ik heb wel. Ja, dan hoef ik geen houten tools te maken. Dat is een beetje zonde. Ja, is goed. Dan moet ik even nadenken. 3, 3, 6. Moet ik hebben dan? Ik stop even al die spullen even hierin. Ik heb nu ook gewoon één ding mee. Kijk, ik heb... nog meer iron. Deze. Oh, we hebben een goede iron spot in één keer. Ja? Ja, man. Dat klinkt goed. Ik heb, even kijken als ik, nog meer, ik heb 12 iron al. 12 iron al? Ja, we hebben natuurlijk ook al wat armor, dat is wel heel fijn dat we dat uit die kist kregen. Misschien hier? Nee, dit was het. Kijk, ga ik even tools maken voor je. Kijk, jullie zien, ik weet niet of het door mijn shaders komt dat je veel naar mij ziet, maar je ziet ja, best dat wel... komt door je brightness. Ja, heb je brightness omhoog gekregen? Ja, heel erg, want ik zie heel erg alles. Kijk, hier en die. Oh, Damien, de bomen zijn aan het groeien. Oh, nou, dan heb ik ook gelijk een axe, alsjeblieft. Thanks. Even kijken, die zo. Moet ik zo ook even een zwaard? Ja, ik ga zo even stone hakken, want ik heb heel veel cobblestone nodig, heb ik gemerkt. Waarom ga ik nog steeds via hier? Ik moet het even opvullen. Dan kan ik even snel ergens deur vandaan halen. 1, 2, 3. Zo. Ja. Je moet ook even kool hebben. Ploep, ja. Ja, ik ben eigenlijk gewoon naast jouw huis dan die ding gaan bouwen, hoor, die mineshaft. Hoezo gewoon naast mijn huis? Nou, niet naast je huis. Niet zo goed als naast je huis. Hier wou ik een baag zo doen, zo hier twee breed. Ik wil hem hier zo wel. Ja, iets meer weg nog? Ja, iets meer weg. Oké, okay, ja. Dat is ook wel toegankelijker voor jou. Ja, vanaf het pad dan wel, hè? Ik doe dat via zo, ja, hier. Zo. Zo, heb je wel genoeg ruimte. Zo, dat je vanaf het pad zo naar beneden gaat lopen. Kijk, ja, ik heb geen... Ja, ik moet hout verbranden. Ja, maar we moeten wel de opdracht snel gaan halen, want anders zitten we straks met tijdproblemen. Ja, ik heb hem al. Nee, je hebt een huis, je hebt geen huis gemaakt. Jawel, dat is een huis, dit is mijn huis. Dat is een huis claimen. Nee, ik heb hem letterlijk zelf gemaakt. Je hebt niet zelf Kijk gebouwd. Hoe dicht hij hier op staat. Wanneer heb je die gebouwd dan? Je bent je bent net aangekomen. Oh ja, tuurlijk. Oh ja. Helemaal vergeten. Ja, hè? Oh shit. Here we go again. Ik moet meer beetroots hebben. Ik vind beetroots wel lekker. Vind je toch wel eerst helemaal zo, ja, ze geven maar 1 en Nee, niet eens 1. Een half zelfs, nog slechter. Ja, ik ben net zo. Nu zit er van, ik wil niet meer, ik vind ze wel leuk. Ja, maar het zijn soepjes die je doet, hè? Ja. Het zijn de soemp. Het is soemp. Oké, even kijken, ik heb al wat cobblestone, dus ik kan zo een beetje de fundering. Ik denk gewoon klein beginnen en dan gewoon constant, eigenlijk gewoon blokjes bij mijn huis bouwen. Ik denk wel grappig is. Kijk, we willen twee pad zo daartussen houden. Ze zitten wel steeds aan de arm. Zo, even naar een andere vormpje kijken. Oké, dit is 1, 2, 3. Oh, hier staan nog meer huizen. 1, 2, 3, 4. Ja, er zitten heel veel huizen. Ja, man. Maar heel weinig veel. Ja, ze willen ook een beetje veel drinken. 1, 2, 3, 4. Een klein beetje suicidaal. Klein beetje. Ja, een klein beetje suicidaal. Klein beetje. Ja, ja. Kijk, dan ze willen verzuipen.
Oh, ja, we hebben wel een mooi waterplasje eigenlijk zo. Dat zie je niet vaak, dat zo'n halve waterplas door het village zit. Oh ja, ik ben aan de andere kant. Ja, er zit hier gewoon heel water. Het is eigenlijk gewoon een village op het water. Dat heb ik niet meer gezien. Ja, deze kant is ook helemaal water bij mij. Kijk, als jij zo iron hebt, kan je misschien al wat iron pickaxe maken. Ik weet niet of je er al... Zo. Ik weet niet of je er al eentje hebt. Het moet eerst nog smelten, maar ik heb geen kool. Je hebt geen kool. Ja, je kan wat ook, of weet ik weer, dat maken. Even kijken, kan ik dat zien? Oh, goed. Charcoal. Ja, charcoal, dat kan je maken. Oh, dat was een microfoon die ik even... Riporen. Oh, ik heb iron. Yeah. Ik heb heel veel beetroot. Is dit voor iets blokken? Ga uit mijn huis. Ja, dat is wel een probleem. Je zit natuurlijk in een village, dus al die villages komen constant je huis in. Ja. Vind ik niet zo leuk. Nee, ik ga denk ik ook een iron doorplassen, die kunnen ze niet openen. Of even kijken, 6 iron ore heb ik gekregen. Maar ik heb pressure plate. Pressure plates kunnen ze ook openen. Ja, daarom. Oh, begint het te regenen. Oh. Hè? Mijn beetroot soep is heel mistig nu in de... Holy. Het begint heel mistig nu te worden in de grot. Wow, kijk hoe mistig mijn beetroot soep is weg. Je ziet gewoon helemaal niks meer in de grot. Oh, dit is niet goed. Oh, het moet hierin. Oké. Okay. Oh, we moeten ook eens een bol maken. Oh, het is echt aan het regenen. Je ziet wel mooi de beacon. Ja, de beacon hebben we gedaan zodat we een beetje weten waar het beginpunt is van ons. Ja, er staat voor de rest ook niks op hoor. Nee, we hebben geen speed, niks op gedaan. Weet je wat ze moeten toevoegen? Kijk, dan klik je bijvoorbeeld beetroot soep in. En dan wil je weten hoe je een bol maakt. En dus dan klik je op je bol en is alles weg. Ja, maar je weet gewoon hoe je bol maakt. Nee. Leer je gewoon letterlijk als een bol hoe die eruit ziet als vorm. Ja, van gewoon als een V is het, eigenlijk. Van hout? Ja, van 3 oak planks. Eentje links in het midden, eentje onder midden en eentje rechts midden is het. Oh ja, ik heb nog mijn sheets open. Kijk, moet ik even hout halen? Ik heb nog wel een beetje hout. Stek, kijk, ik ga een beetje bij jouw huis afkijken hoe ze dat een beetje hebben gedaan. Oh ja hoor. Dat ik natuurlijk een beetje ik kan... ik het heb gedaan. Hoe ze het hebben gedaan? Ik heb geen hout. Je hebt geen hout, Nou, dan moet ik hout hakken. Hout. Hakken. Ik heb ook wel wat hout nodig, als ik zo bekijk. Nee, dan ga je hout. Hakken. Ja. Hout. Hakken. Ja, even kijken. Zo. Oh, kut. Ik heb hem gestript. Dat kan ik ook gebruiken. Ja, ik denk gewoon... Mijn idee voor dit huis is eigenlijk gewoon dat ik met een normaal huis begin. Dat ik uiteindelijk allemaal verschillende soorten huizen op dat huis ga bouwen. Dus dan heb ik bijvoorbeeld een... allemaal kleurenhuizen. Dus de ene keer heb ik een restaurant zit er dan aan vast. Zit er in één keer een zeetempel huis bij. Dan is er weer in één keer een godhuis bij. Allemaal dat soort dingetjes. Hoezo kan je nooit een normale huis maken? Ja, omdat het zo saai is. Ik heb dat allemaal een keer al gedaan. Wat maakt dat nou weer uit? Ja, dat is leuk. Dat is grappig. Je moet wat doen voor de content. Ja, dat is waar. Maar... Je moet niet van stapel lopen, nee? Nee, het is gewoon een ideetje wat ik in mijn hoofd heb. Ah, oké. Ja, rustig. Ja, okay, ik weet niet dat je meteen boos werd. Kijk, hier stone, daar stone. Even kijken, jij hebt maar 1 glas hoog, daar zie ik staan. Dus dan heb je dat zo. Daar komt glas. Wat een irritante boom. Ja, het is ook gewoon een zo, hele... Dat zei ik netjes, hè? Irritant en ja, irritant. Ja. Ik plaats heel irritant. Ik kan niks meer zien in de grot, omdat het veel te donker is. Dus ik moet even een oven maken. Dan plaats je licht. Ja, ik heb geen toortjes. Dan maak je toortjes. Ja, ik heb even een oven maken of zo. Misschien wel handig. Oh shit, ik heb heel veel bols gemaakt. Ik heb kool. Ik heb kool. Yeah. Oh, ze stekken niet. Wat stekt niet? Die soepies. Nee, die stekken inderdaad niet. Shit. Oh, ik heb een hele hoop kool, Damien. Ik heb een hele hoop soep. Ik heb een hele hoop soep. Een hele kist vol met soep straks. Ja, dan ziet het er wel naar. Ja. Oh, je hebt ook een entity remover dat de lek zo min mogelijk houden natuurlijk. Ja, natuurlijk, zeker. Dat we best wel veel inspannen merken we en dat we best wel wat lek krijgen. Ja, en dat vinden we ook natuurlijk niet zo lek, hè. Nou. Ja, gaan we nu al met de flow iedere beginnen. Dag, hè? Ja, moet elke dag. Nou, dat kool hakken is zo slow met een stone pickaxe. Het is zo pijnlijk. Ik maar heb 1 iron pickaxe. Ik heb 9 kool voor je als je wil. Dan heb ik 10. Dan hebben we allebei de helft.
Oké, dan gaan we ruilen. Krijg ik koren? Ja. Krijg jij een iron pickaxe? Oh, is dit een iron pick? Ik kan meteen mijn crafting table gebruiken. En dat houdt oké. Staat er jouw naam op? Nog niet, maar het is wel mijn huis. Wil je niet je kool? Oh ja, tuurlijk. Meneer rent meteen weg. Ja, ik moet even de mijn in, hè. Ja, ik ga deze weg. Dan ik hier uiteindelijk mijn bed ga plaatsen. Ik had waar ben jij gaan mijnen? Gewoon in de mijn. In deze mijn? Nee, in de mijn waar we langs het pad, waar je zei, naast de bomenfarm. Oh, ja. Maar ik heb een hele hoop cobblestone nodig, dus ik moet ook even een tijdje... Oh, ik heb iron, yeah. Doe ik eerst gewoon even een tijdje naar beneden hakken. Ik heb 5 torches. Ik maak wel iets meer torches, misschien wel handig. Boom, oh, daar ga ik. Oh. Ja, ik ben even aan het hakken, jongen. Hout. Als jij het heel hoog kan weghakken, dan plaatsen we dadelijk gelijk... Ja hoor. Wat, hey, nog een kool. Cool, nice. Plaatsen we gelijk trappen dadelijk. Pak jij het kool? Ja, ik ook wel. Pas ik even een torch voor je. Even kijken. Ja, dat ziet er nog goed uit. Ik mis mijn fortune nu al. Ja, je mist je fortune nu al? Ja, fortune 5000. Fortune 5000, ja. Ja, die moet je erin. Gewoon enchanted tools. Ja, dat ik weet niet of dat überhaupt bestaat. Ja, nou, ja, weet ik wel, fortune 5 of zo. Ik weet niet of dat is. Ja, dat, maar dat soort plugins heb je allemaal niet voor. Ik weet niet of je dat hebt. Hoe jij denkt dat je dat hebt. Ja, jij weet precies waar ik het over heb. Nee, dit is niet hoog genoeg. Hè? Is niet hoog genoeg. Er moet nog eentje hoger. Oh. Ja, want er komen trappen op natuurlijk. Oh hè? Ja. Dan hak ik dit weg. Ja, ik kan weer de deur tegen, maar ik heb geen schep. Maakt niet uit, ik hak de deur. Maar ik moet mijn huis weer gaan bouwen. Oh ja. Maar ja, het begint ook te regenen, dadelijk stroomt hij vol. Oh ja, ja, was zo, het zou maar zo realistisch wezen. Zo, dat heb jij cobblestone nog, zodat ik dat kan gebruiken voor mijn huis? Ja hoor. Ik heb er 8. Ah, nice. Ja, alle beetjes helpen. Ja, dat sowieso. Ja, het regent best wel hard. Kijken, het onweer nog niet, dat is wel fijn. Ja, dat is fijn. Oké, ik probeer eigenlijk een beetje die kant hier te repliceren, zo. Oh, nog meer deurt. Even kijken, 2. Ah, shit, is natuurlijk net niet symmetrisch. Ik hou niet van deurt. Oh, echt niet? Nee, deurt is echt super slecht. Oh, de bomen zijn heel hard aan het groeien. Oh. Echt? Ja. Dat is een goed teken. Ja, komt omdat het regent, hè? Ja. Even kijken, doe. Kijk, hier omhoog. Heb je ooit iemand dirt zien hakken met zijn axe? Nee. Nou, als je bij me was, had je het als allereerste gezien. Ik denk dirt hakken met een stone of met een houtblokje. Ah, kan ook. Ik deed het met mijn kool. Oh, nice. Kijk, al deze bomen maar meteen weghakken en dan weer nieuwe plaatsen. Heb ik nog sticks? Nee. Ik heb geen sticks. Ik las even op torch shit. Het gaat echt wel donker te worden. Ik ben best wel bang voor mobs natuurlijk nu. Vooral nu ja. Zal ik je huis een beetje oplichten? Dat heb ik al gedaan. Ja, aan de binnenkant, maar niet aan de buitenkant. Oh. Kijk. Mijn is altijd hetgene wat altijd zo min mogelijk moet. Ja. Want het is gewoon saai. Ja, maar het moet gebeuren in het begin. Maar daarom hebben we ook de crates. Uit die crates kunnen we diamonds krijgen, iron en dat soort dingetjes. Ja. En ik kan altijd in de toekomst kan ik nog specifieke event crates in doen. Bijvoorbeeld dat je een hele week een redstone crate hebt. Of een enchant crate. Dat je de boekjes, enchantment tables en lapis lazuli uit kan krijgen bijvoorbeeld. Of je doet het met seizoensgebonden. Pasen en kerstmis. Bijvoorbeeld. Maar ik weet niet of we zo lang doorspelen natuurlijk. Ja, het ligt aan hoe ver we doorgaan inderdaad. Ja, maar dat zien we dan allemaal wel, toch? Ja. Ik zag ook een paar comments onder onze video van eindelijk het begint weer en jullie zijn zo lang weg geweest. Ja. Dat vond ik wel leuk om te zien. Ja, dat bevrolijkte we ons? Hoe zeg je dat? What the fuck, Tijmen? Dat vrolijkte ons op? Ja. Oké. In één keer. Ja, we moeten weer echt terug naar school, hè. Timer. Nou. Ja, wat? Jij had zand, toch? Nee. Oh. Je had me doodgemaakt. Oh, shit. Hebben we geen zand? Oh, jij had 32 zand. Oh.
Ik gebruik even dat zand, omdat ik glas nodig heb. Nou, ja. Vooruit. Het is een investering, hè, want als ik hem huis af heb, kunnen we... Maar ik wil niet investeren in jou. Oh. Ja, maar je investeert, ook in, je investeert ook in jezelf voor een nieuwe key. Hoezo, ik heb mijn key al. Nee, dat was natuurlijk gewoon om te testen net, hè. We zijn nu de opdracht aan het doen, van bouw een huis. Ja, maar mijn opdracht is ook klaar. Oh, daarom heb je 2 keer gedrukt. 2 keer? Je drukte 2 keer. Helemaal niet. Maar wel, je had een legendary en een summon crate. Ja. Ja, dus de ene was die test en de andere was voor jouw challenge en al. Nee, dat was toch allebei een test. Allebei een test? Ja. Ah, maar ik kreeg gewoon spam klikken. Oh, ja, maar zo werkte het niet. Zo bedoel ik het niet. Heb je ook een home? Nee, je hebt geen home. Maar ik kan helemaal naar boven lopen. Ik kan altijd nog in de toekomst kijken of ik nog plugins erbij kunnen doen en of jullie dat ook zouden willen. En of jullie dat ook toestaan natuurlijk, als we een plugin in één keer inzetten van, ja, weet ik veel, vliegen en alles en dat soort dingetjes, maar... Vliegen denk ik niet, maar slash home is wel... Ja, ja, is best wel aannemelijk. Ik moet snel mijn huis even bouwen, want we zitten al best wel weer krapjes met de tijd. We hebben ongeveer, ik zou schat nog zo'n iets minder dan 10 minuutjes. Echt? Ja, dan zijn we alweer, volgens mij alweer een half uur bezig, volgens mij, hoor. Zo. Het gaat hard, hè? Ja, het gaat net zo hard als mijn... Je oogbal. Ja, ik kon eigenlijk geen vergelijking maken. Nou ja. Nee. Ik denk net zo hard als... Waar ben je? Ik ben hier binnen. Ik drop het wel op de grond. Ik ben hier binnen, sta ondertussen buiten. Yeah. Wat heb je gedropt? Oh, engs. Dat kan ik niet echt meer... Gewoon allemaal droep en hetgene wat je nodig had. Ja, even kijken. Heb ik dat nog nodig? Ja. Ik zie dat ze dat ook hier anders hebben gedaan. Ik zie dat ze hier gewoon met cobblestone op de hoekjes hebben gedaan. Dat doe ik dan hier ook maar, hè. Zo gezellig ben ik wel. Kijk, daar heb ik ook een bouwhouden. Ja, hier wat ging ik ook weer doen gedaan. Ik weet niet wat je gaat doen in huis. Oh ja, dat was het. Ik denk dat ik nu gewoon nog even een beetje een plat dak maak. Ja, ik heb hout nodig. Kijk, als je stript, krijg je er gewoon nog hout van. Ja. Ik heb een hele hoop stairs nodig. Even kijken. Waarom gaat hij nou net naar Birch? Komt toch naar... Oh, ja, thank you. Oké. Okay. Ja, ik heb heel veel stairs. Oh, je hebt ook heel veel stairs gemaakt? Ja, voor de mine. Oh, oké, okay, nice. Ja, ik wil gewoon een de beetje... De plaats is altijd zo vervelend. Ja, ik probeer gewoon een beetje dezelfde stal aan te houden van de dinges. Weet je wat je ook mag doen? Wat is dat dan? Ctrl V, Ctrl C. Hey. Ctrl V. Ik weet niet of het werkt, maar. Ctrl V, replay start 1 krijg ik dan. Oh, echt? Ja. Ah, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is een mod die ik heb geïnstalleerd, maar die werkt niet, dus die moet ik nog even verwijderen. Wat voor mod is dat? Nou ja, dan kan je eigenlijk als je aan het bouwen bent en dan als je klaar met bouwen bent, dan kan je dus eigenlijk via de replay mod kan je eigenlijk alles terugkijken. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde in Fortnite hebt met de replay gedoe. Oh zo, ja. Ja, okay. Dat je dan, maar dan kan je dus helemaal mooi rondvliegen en dat soort dingetjes doen. Alleen. Oh, dat ziet altijd heel vet uit, zie ik op YouTube. Alleen, jammer genoeg werkt het op een of andere manier niet. Ik weet niet waarom. Au, misschien dat even jullie in de reacties misschien wel weten dat... Kans acht ik misschien wel klein, maar ja, je weet me nooit. Je weet me nooit, hè? Je weet, kom je in één keer een gekke man tegen die in één keer alles begint te vertellen tegen je. Ja, die zegt gewoon op X, Y, Z, 5000 diamonds. Hey. Ja, klik op dat knopje en dat knopje en dan in één keer boem. Ja, een schietje omhoog. ik maak mijn huis iets over. Welkom in Diamonds leven. Yeah, voice cracks. Oké. Er zijn ook allemaal kinderen van aan de overkant aan het schreeuwen, man. Oh, maar dat was altijd fijn. Zo, die zou je echt... Billenkoek willen geven. Snoepjes willen geven. Ja. Even kijken. Maar... Hele lekkere snoepjes. Waar komt dit uit als ik dit zo omlaag doe? Komt dat goed uit dan? Of komt dat... Nee, dat moet ik eentje meer opzij doen. Oké. Okay. Oh, we hebben echt veel te veel soep. Ja, jij hebt soep gemaakt. Tijmen, heb je trek een soep? Nee. Tijmen, kom soep eten. Nee, maar ik wil geen soep. Eet je soep. Nee, ik ben er nog te jong om te sterven. Eet je soep. Nee. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soep. Het is gewoon weer triest om te horen.
Kom soep eten. Nee, ik wil geen soep. Ik ga meer soep voor je halen. Nee, ik hoef niet meer soep. Mijn huis is te groot. Mijn huis? Nee, mijn huis. Nou, je huis was best wel klein. Ja, maar hij is te groot voor de Minecraft logica. Dat doe ik die snap ik niet. Ja, mijn huis is te groot voor de Minecraft logica. Met de bouwstijl. Die ik heb een foutje gemaakt. Maar even kijken hoe ze dat hebben gedaan. Huh? Ja, dat is lastig. Wat? Ja, ik snap jou niet. Nee, ik snap me ook niet, hoor. Mijn hoofd zegt kaboom. Ja, kaboom. Ik snap de logica niet. Kom, staat er een griep achter je? Oh, man. Ja, oh, mijn god. So we're back in the mine. Copyright. Copyright. Ik kan die jump niet. Dat is best wel weer triest. Oh, timer die geen jump houdt. Oh. Ja, ik ben wel goed in parcours, hè. Oh, we hebben een kip. Kip? Oh, hij komt achter mijn beetroot Satan. Echt? Ja. Oh, grappig. Ik dacht dat ze alleen maar uit normale seeds achterkwamen. Ja, dat achterkwamen? Achterkwamen, ja. Nou, ze kwamen er niet achter, maar ze komen er achteraan. Nee, ze kwamen er achter. Oh. De kippen zijn eindelijk achtergekomen, tot ze er achteraan kunnen gaan. Ah. Ja. Zo, ik ga veel soep voor jou maken. Oh, ik heb het een beetje heel erg raar gemaakt. Dit moet ik zeggen, dit is niet echt het begin wat ik wou. Nou, doen we maar gewoon op de echte oude Minecraft. We echt allemaal soep, jongen. Oh. Maar ik laat wel patatjes voor je achter. Ik wil geen soep. En één rijtje wiet. Ik maak mijn huis echt heel lelijk. Oh, Diamond, dat stelt me heel erg teleur. Ja, ik ben niet goed in... Kom, kip! Ik ben niet goed in, ja, hoe heet dat? Gewoon normaal huizen te bouwen. Het is zo lastig. Je bent hartstikke goed in bouwen, man. Ja, maar niet in normale, makkelijke huizen te bouwen. Kom, kip! Dit is te makkelijk en daardoor wordt het lastig. Wacht, ik heb ook wiet. Kom, schaap. Ja, je hebt ook een schaap? Ik heb ook een schaap. Oeh. Kom, schaap. Kom. Oh, hij draait rondjes. Hij vindt me leuk. Shit, ik heb heel veel meer hout nodig. En we hebben nog maar iets van 5 minuten voor de aflevering. Kom, schaap. Shit. Nee joh, dan knip je er gewoon allemaal uit. Knip ik allemaal uit. Kom, schaap. Drop. Nou, we willen natuurlijk niet de eerste opdracht meteen niet lukken. Of falen. Dat zou wel pijnlijk wezen. Waar ben ik? In de mine. In mijn kamer. Oh. Ah, wat zijn we weer grampig. Kom, schaap. Ga je knippen. Ja, ik weet niet wat ik met mijn dak heb gedaan. Ja. Ik ga het misschien nog wel een keertje aanpassen. Fuck heb jij voor het dak? Ja, het loopt schuin hier. Kom, schaap. Niet naar binnen. Ik heb een klein technisch foutje gemaakt. Schaap. Nee, ga je nou in mijn huis? Ga je nou in mijn huis gooien? Schaap. Kom, oh. Schaap. Heb ik nog een schaap in mijn huis ook? Hier heb ik helemaal niet voor betaald. Schaap. Je hebt nergens voor betaald. Nee, daarom. Ik krijg gewoon een gratis schaap. Nee, God heeft me wel geschapen hoor, dus dat zit wel goed. Ja, maar niet zo groot. Sorry, je was heel slecht. En heel pijnlijk. Ja, oké. Ik heb nog meer soep. Oh. Pas niet mee. Nou, gooi nou alles in mijn kist. Nee. Ja. Nee. Ja. Misschien. Wat ben je dat? Ja, je gooit echt alles in mijn kist. Oh. Nee, ik hou alles uit je kist, want ik verplaats het naar mijn kisten. Oh, dus je gaat jatten. Waarom is mijn deur zo raar? Nee. Waar is mijn houtblokje heen? Het schaap wilde eruit. Wat heeft mijn houtblokje? Mijn huis is hier echt heel lelijk vanaf deze kant. Maar boeien, het is toch maar tijdelijk. Geef me maar gewoon weer dikke villa of zo waar ik mee kan bouwen. Oh, ik krijg gewoon een boom in me ineens. Oh, er zijn heel veel houtblokjes. So we're back in the mine. Kijk, ik denk dat mijn huis al zo goed als af is. Nee, wacht, ik heb nog een cadeautje. Oh, je hebt nog een cadeautje? Oh, dat vind ik wel eng. Oh, hé, je moet... Godver, ik maak wel een deur. Oh, jij moet natuurlijk wel een deur in. Ik maak een deur. Oh, ik moet natuurlijk, ja, ik weet niet wat je zei, maar er moet wel een deur in. Stinktimer. Je moet echt heel veel bliepen. Oh, maar ja, dat doe ik niet aan. Oh, dag inkomsten. Ja, we krijgen ook zoveel inkomsten hiervan. Ja. 0.0 jongens, 0.0. Ja, don't do alcohol. Ja, don't do... nom 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 nom.
Hij doet 3. Oh, heb je trek in soep? Zo. Kijk maar in de soepkist. Ik heb er al eentje opgegeten. Oh, lekker. Die kan ik gelijk hervullen. Nee. Ja, sorry, kist het vol. Nee. Zo. Oh, wat doet hij nou? Huh? Oh, alsjeblieft. Oké, okay, mijn huis is af. Je hebt een deur gedaan, hè? Met een soepkist. Ik heb de deur. Oké, nou plaats maar, denk ik. Oh, je hebt hem al geplaatst? Ja, ik heb hem ook al geplaatst, joh. De kant geplaatst. Hé, hey, ik heb emerald blocks. Ja, die zijn van mij. Ja, nu van mij. Nee, je gaat mijn ding stelen. Kijk, schaap. Oh. Sluit hem op, hij staat helemaal in de hoekie. Ja, ik heb niks. Ik heb geen fences. We doen het even mooi, zo. We hebben geen crafting table. Oh, nee, die heb ik net weggehakt. Oh, hey. Zo. Maar ik denk dat deze challenge gelukt is, hè, mijn muis? Nee. Nee? Wat is er dan mis? Oh, je fences. En ik heb zelfs een huis hier. Ja, door mij. Ja. Maar dat maakt niet de uit. De vloer, dat komt er dan later bij. Nou, het is... Ja, dit komt dadelijk wel. Dit is... Maar we hebben wel allemaal een mooi huis hier. Oh, ja, ik wil eigenlijk wel een MTV Cribs bij jou, juist. Yeah. Welkom toe, wacht, het begint hier. Dat is mijn territorium. Voor mij in mijn hele dure huis. Ja, het ziet er prachtig uit. Drie hier een super deluxe oven. Ovens, ja, ik zie het. Ja, dikke cool stacks, ja. Triple bed, triple bunker bed. Triple quadra. Dubbelbed? Oh, dat klinkt gevaarlijk. Dat klinkt gewoon gevaarlijk. Dat is een outping, hè? Ja. Dat is een outping. Ja, ik kan niet slapen zo. Ja. Oké, en dan heb je nog high-tech kisten zie ik staan. High-tech? Van puur hout. Ja. En mooie hoge... Oh ja, mooie hoge dak zie ik. Hoog dak. Ah. Helemaal afgewerkt daar met een glasspaneeltje. Prachtig. Zodat als ik... Ik kan niet slapen, maar als ik hoog slaap, dat ik even naar buiten kan koeken. Ja, kijk of de monster eraan komen. Hier zo uitzicht op het water. Oeh. En kijk, dit is het mooiste daar. Kom, kom bij. Ja? Laat jullie zien. Hou de deur voor jullie open. Kijk. Sneak je tussen de bush. Even jumpen. Oeh. Kijk. Kijk, is mooi, ja. Mijn uitzicht. Ja, is prachtig dit. En dan heb ik nog één verrassing. Oh. Ja. Okay. Kijk. Zie je dit huis? Oh, ja. Het is wel een stinkbuur, man. Oké, mensen. Dit is nog niet het einde van de aflevering. Want ik heb mijn opdracht gehaald. Ik dus, ook. Dus we kunnen allebei nog een key drukken. En dan, we krijgen allebei dan wel de key. Maar ja, is niet heel erg, toch? Nee. Krijgen we gewoon dubbel zoveel. We hebben dubbel zoveel. Ik snap sowieso niet hoe het werkt allemaal. Dus nee, we hebben dubbel zoveel clear. Oh, dankjewel, hè. Ja, dankjewel. Oké. Ik zit vast. Ja, oké, dan hebben we elkaar. Oké, je mag één keer maar drukken. Niet meer, want anders ben je daarheen. Auw, maar mag ik ook voor jou drukken dan? Ja, je mag ook voor mij drukken dan. Zwaardig mij wel. Dat deed ik niet. Oeh, legendary. Oh. Lekker. Dat is goed. Weet je dat is zeker? Goed. Ja, gaan we. Oké. Kom maar. Maar we hebben legendary. We hebben een legendary, daar kunnen we hele goede dingen. Nou, kijk of je eruit komt. Zo. Ja. First try. First try, ik ook. Oké, doen we eerst de summon, goed? Eerst de summon. Eerst de command, oké. Dan kunnen we brood, steen, hout, iron kunnen we eruit krijgen. Er zitten wel goede spelletjes er gewoon mee te beginnen, is het natuurlijk gewoon. Dus dat is natuurlijk niet mis. Oh, ik heb wat voor jou. Oh, ik heb ook wat voor jou eigenlijk. Nou, alsjeblieft, kun jij je huis verder afmaken? Nou, kun jij verder gaan minen? Nice. Hoppakee, oké. Nou, doe jij hem eerst? Ja. Wat ga je eruit krijgen? Dus we hebben kans op... 16 diamond blocks, mending boekjes, weer legendary crates terug, een trident, elite had dat zo geweldig wezen. Oh. Ik denk dat hij bone blocks heeft. Hou maar eens even in je hand. Oh, je hebt 8 emerald blocks gekregen. Heel jammer. Ja, dat is wel een van de slechtere dingen die je uit kan krijgen, maar ja. Ik moet er nog steeds slechte dingen in een hele goede kist zitten natuurlijk. Nee, dat kan nog steeds goed wezen. Hoezo moet? Dat moet helemaal. Jawel, bijvoorbeeld bij die villager kon je, als je nog een boek hebt, en met 11 emeralds, kan je gewoon een infinity boekje halen voor je bow. Oh, nou, ik heb een stack in 8. Kom maar op. Ja, boeken. Oeh, gaan we.
Wat zal het wezen? Wat zal het wezen? Dat duurt wel lang. Heb jij meer een priem? Nou, je krijgt ze terug. Welkom bij de club, jongen. Ja, dat is dan wel weer teleurstellend. Maar ja, natuurlijk, de kans is best groot dat je vier. En in elke zit dan weer wat meer. Nu heb ik 2 stacks en 16. Hey, hoeveel heb ik? Ik heb er een stack en 8. Nice. Weet ik. Oh ja. Ik heb het dubbele ervan. Oh, je hebt ook mijn 8. Oh, je hebt ook mijn 8 gepakt. Oké, okay, nou. Dit is een koe. Oh, dat gaat koe. Doei koe. Ja, nou, server stopt ook over 10 minuten, mensen. Dus dan is het denk ik goed om af te sluiten, hè? Zeker, maar ik heb wel een cadeautje voor jou. Als een beetje. Kijk, je hebt zo'n kou hoekje hier. Ja, ja, dan moet eigenlijk nog een boom pieken. Oh, maar ze staan allemaal gewoon. Allemaal naar de zon. Allemaal naar de zon en dan gewoon tegen het huis aan. Dat maakt niet uit. Dit is gewoon. Dit is een schaalduwbloem in plaats van een zonnebloem. Ja, die vond ik leuk. Ja, die vond ik leuk. Ja. Nou, we hebben deze challenge natuurlijk gehaald, hè, Damien. Dus dan moeten we hier. Ja, hoe gaan we dat doen? Natuurlijk gewoon. Opdracht, dubbele punt. Bouw een huis en daaronder completed. Oh ja, of gehaald. Behaald. Ja, behaald kan ook. Goed, even opdracht. Even kijken. Dubbele opdracht punt. 1, dubbele punt. Bouw een huis. Bouw een huis. Voltooid? Ja, ja, is goed. Met een D, staat op met een T. Nee, met een D is dat. Ik voltooide. Ja, met een dus. Even kijken. Voltooid. We moeten echt terug naar school. Zo, we hebben hem voltooid. Dan hebben we die gedaan. We hebben best wel gedaan. Ik heb een huis, jij hebt ook een huis. Emerald. Jij hebt nog zelfs dat ding, dus als je doodgaat. Armor hebben we. We hebben genoeg dingetjes. Dus mensen, laat in de reacties achter voor de volgende aflevering onze volgende opdracht. Dat kan alles wezen. Natuurlijk wel, niet wel een beetje real. Het moet niet in eentje nu in de rechts van zeggen, ga de enderdringen verslaan. Nee, ik wil net dat zeggen, gaat wel niet. Een beetje real. Het moet haalbaar wezen, anders pakken we die reactie sowieso niet. Het moet wel haalbaar wezen in onze ogen. We zullen allebei de reacties lezen en dan aan elkaar stellen van misschien is dat leuk en dat leuk. Ja, sowieso. Dus ik denk dat dit was, hè? Zeker. Dus mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet niet te liken. Te abonneren. En te reageren. En dan tot de volgende keer. Later. Why self life? We got London on the track.